Het is donderdag 10 november 2016. Welkom bij Nieuws 1. De Caribbean Financial Task Force die maakt vandaag op haar website bekend dat Suriname niet meer voorkomt op de lijst van landen die het risico lopen om op de zwarte lijst geplaatst te worden. Die beslissing is genomen tijdens een vergadering van dit regionaal instituut te Turks en Caicos Eiland. Volgens de minister Jennifer van Dijk-Silos, die deze vergadering bijwoont, heeft Suriname er hard aan gewerkt om wetgeving te produceren die het witwassen van gelden moet voorkomen. Er is een CFATF-meeting geweest van 6 november tot 10 november. En deze vergadering was erg belangrijk voor Suriname, want op deze vergadering moest beslist worden of we door kunnen gaan naar wat ze noemen de exit uit de gevarenzone. We hebben begin van dit jaar hadden we de dreiging dat we geblacklist zouden worden. Dat is ook wereldkundig bekendgemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat we keihard hebben gewerkt om uit die dreiging te komen. Want het gevolg van de blacklist was en het gevolg van de dreiging was dat financierders uit de financiële sector en de niet-financiële sector gewaarschuwd werden om geen zaken te doen met Suriname. Dat houdt dus in dat er internationale investeringen van bona fide instituten bijna niet mogelijk zou zijn. Het was heel belangrijk voor Suriname in mei om uit die dreiging te gaan, ook mede ook vanwege de opkomst, de toen opkomst in de IMF-lening en al de andere leningen van de Wereldbank, de CDB, de IDB, ISDB ook. Omdat als we op die blacklisting waren gekomen, waren geen van deze leningen mogelijk geweest. We hebben dus heel hard gewerkt. We zijn uit die dreiging gekomen en we mochten beginnen met de eerste exitprocedure. En een beslissing daarover is op deze afgelopen dagen genomen. Die beslissing is vandaag bekrachtigd. Het verschijnt donderdag 10 november. Op de website van de CFATF, van de Caribbean Financial Action Task Force. En dat betekent dus dat de weg voor internationale investeerders en financiële instellingen weer een beetje opengekapt is. De aankondiging onlangs in het parlement door president Desiree Bouterse dat er middelen vrij zullen worden gemaakt, heeft volgens minister Jennifer van Dijk-Silos te maken met het plan dat zal worden uitgevoerd om voornamelijk de harde criminaliteit aan te pakken. Ik had al een aantal, of denk je, de assemblee of zo aangekondigd dat we wel een misdaadbestrijdingsplan hadden. Dat plan hebben we vooral zeker 3-4 maanden uit samen met het leger. Maar gelet op de verruwing van de criminaliteit is het nodig om naast je reguliere misdaadbestrijdingsplan dat je toch een speciale misdaadbestrijdingsplan hebt. De president heeft in de assemblee aangegeven dat integraal zal worden aangepakt met een x-aantal andere diensten erbij, zoals leger, BNV, CVD en de politie. Het zal een zware unit worden, een speciale unit, een speciale eenheid die het doel heeft om de misdaad zwaar te beperken, terug te dringen. Op de keiharde manier, zoals we dat noemen. Ook omdat die misdaad zwaar verhuurd is. De president heeft zich er sterk voor gemaakt. Er zijn gelden nu vrijgemaakt. De raadsvoorstellen zijn vandaag ingediend en goedgekeurd. Als het goed is, krijgt de minister van Financiën morgen de autorisaties. Vrijdag moet het geld beschikbaar zijn. Volgende week
moet de operatie starten. Wij hopen dat we met deze wijze van aanpak de misdaad aardig kunnen terugdringen. Het dodental van de tramontsporing gisteren in Londen is naar 7 gestegen. Dat deelde de Britse verkeerspolitie mee. Na de ontsporing van de tram woensdag rond 7 uur 's ochtends in Croydon in het zuiden van Londen werden ook 51 mensen deels met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, aldus de Londense hulpdiensten. Anderen zaten nog vast in 2 gekantelde wagons. Volgens de Britse onderzoekscel voor spoorongevallen RAIB zou de tram mogelijk te snel gereden hebben in een bocht waar een maximumsnelheid van 20 km per uur geldt. Een 42-jarige man werd opgepakt op verdenking van opzettelijk doodslag. Volgens de media zou het om de trambestuurder gaan, maar dat kon niet bevestigd worden. De plaats van het ongeval bevindt zich volgens ooggetuigen in een scherpe bocht. Of de weersomstandigheden een rol hebben gespeeld bij het ongeval is niet duidelijk. Het had tijdens de nacht in Londen hevig geregend. De politie waarschuwde om niet te snel conclusies te trekken. De Londense burgemeester Sadiq Khan deelde mee dat zijn gedachten bij al diegenen zijn die met het ongeval te maken hebben. California, Massachusetts, Nevada en Florida en Noord-Dakota hebben gisteren in een referendum het gebruik van marihuana gelegaliseerd. Dat melden verschillende Amerikaanse media. In California, Massachusetts en Nevada werd het recreatieve gebruik van marihuana goedgekeurd. In de eerstgenoemde staat is wietgebruik om medische redenen al 20 jaar toegestaan, maar mogen inwoners ouder dan 21 jaar marihuana nu ook recreatief gebruiken. In Florida en Noord-Dakota stemde de bevolking in met het medische gebruik van cannabis. In Florida haalde het voorstel het meer dan 60% van de stemmen. In beide staten kunnen voortaan onder meer kanker- en HIV-patiënten marihuana gebruiken. De Amerikaanse president Barack Obama wil samen met Donald Trump hard werken aan een goede machtsovername. Dat heeft Obama gisteren gezegd tijdens een toespraak in het Witte Huis. Het is geen geheim dat er meningsverschillen zijn tussen ons, zei de president. Maar dat had ik 8 jaar geleden ook met George Bush. Toen hebben we een soepele overdracht kunnen bewerkstelligen. De president vindt het belangrijk dat de overdracht goed wordt uitgevoerd. Obama ontmoet Trump vandaag in het Witte Huis voor een gesprek. De twee gaan daar spreken over 1 soepele overdracht van de macht, waar een team van Obama zich naar eigen zeggen al een jaar op voorbereidt. Obama en Trump spraken elkaar na de verkiezingsnacht al telefonisch. Een campagneadviseur van de Republikein zei tegen de Amerikaanse media dat de twee een warm gesprek hadden. Obama heeft ook Clinton gebeld om zijn waardering uit te spreken voor haar zware campagnewerk, meldt het Witte Huis. Dit was het dan voor Nieuws 1. Voor meer nieuws verwijs ik u naar het journaal om 7:30. Een fijne dag.